Week na week wordt er aan tal van schoolpoorten geprotesteerd omwille van de luchtkwaliteit in en rond die scholen. Het is begonnen voor de paasvakantie en ouders en kinderen van steeds meer scholen doen mee. Dat willen ze volhouden tot de verkiezingen. Hebben politici dat signaal intussen opgevangen? Ik vraag het aan meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Wilfried van Dalen van de N-VA, Vlaams parlementslid en lid van de commissie Leefmilieu. Aan de andere kant van de tafel Johan Dalen, ook Vlaams parlementslid, ook lid van de commissie Leefmilieu, maar dan voor Groen. En ook Juri Thijs, expert luchtkwaliteit van Greenpeace. Welkom allemaal in deze studio. Juri Thijs, aan steeds meer schoolpoorten in Brussel, in Vlaanderen, voeren ouders, kinderen wekelijks actie omwille van de luchtkwaliteit. Ze willen schonere lucht. En die acties zijn begonnen na een rapport van Greenpeace over die luchtkwaliteit. Misschien eerst om te beginnen samengevat, wat waren jullie bevindingen? We hebben samen met 222 Belgische scholen, waaronder heel wat Vlaamse scholen, die luchtvervuiling gemeten aan de schoolpoort, op de speelplaats en in de klassen. En we hebben gezien dat bij een dikke 60% van de scholen was de luchtkwaliteit zorgwekkend tot ronduit slecht. Uiteraard zie je verschillen tussen scholen, omdat luchtvervuiling iets heel lokaal is. Maar toch bij een grote meerderheid zagen we dat er echt wel reden tot ongerustheid was. Vooral omdat we het hier hebben over kinderen. En omdat we weten uit wetenschappelijke literatuur, gezondheidsexperten zeggen ons dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor die luchtvervuiling. Ja, vandaar die acties die we nu elke week zien aan steeds meer scholen eigenlijk. Die kinderen, ouders voeren actie omdat ze de auto's in de buurt van scholen willen bannen. Ja, het een hangt uiteraard voor een groot stuk samen met het ander. Hadden jullie oorzaken onderzocht ook? Wel, we hebben net stikstofdioxide gemeten. Waarom? Omdat stikstofdioxide algemeen wordt beschouwd als de beste indicator voor de vervuiling die komt van uitlaatgassen. Uiteraard zijn er ook andere bronnen. Zeker in de winter heb je ook verbranding in kachels bijvoorbeeld. Maar lokaal gezien is die vervuiling voor een heel groot deel afkomstig van ons verkeer. En uiteraard vooral van dieselverkeer. We hebben heel veel dieselwagens nog in onze straten. En sinds Dieselgate weten we dat die dieselwagens veel meer van die stikstofdioxide uitstoten dan wettelijk. Ik verwijs naar de Schummel-software bij Volkswagen, ook nog andere merken. Dat is Dieselgate waar u het over heeft. Ja, die mensen willen elke vrijdag actie voeren en ze gaan doorgaan tot de verkiezingen, zeggen ze. Ze kijken expliciet in de richting van de politiek. Is het signaal ondertussen aangekomen, Wilfried van Dalen? Wel, ik denk dat het signaal al veel langer is aangekomen. Ik denk dat alle partijen, eigenlijk zowel meerderheid als oppositie, wel de noodzaak inzien van een krachtig beleid op het gebied van lucht. Het gaat dan enerzijds ook over klimaat. Dit is niet zozeer het gezondheidsaspect waar we het hier over hebben, maar toch hebben we ook daar vanuit het parlement, alle partijen samen, gezegd hier moeten we echt een plan hebben om die uitstoot van in dit geval dan broeikasgassen, CO2, methaan enzovoort, om dat te verminderen. We keken daar allemaal in dezelfde richting. Dus dat was toen ook al aangekomen. En wat nu betreft die gezondheidsaspecten, ja, ook daar weten we natuurlijk dat dat echt een groot probleem is. Ik probeer ook altijd, als ik ergens ga spreken, aan de mensen duidelijk te maken dat dit geen thema is dat alleen maar een aantal wereldvreemde wereldverbeteraars bezighoudt, maar dat het ook een economisch thema is. Milieuvervuiling in het algemeen kost de samenleving geld. En ook zeker op gezondheidsvlak. Fijn stof bijvoorbeeld, daar spreekt men Europees van 400.000 vroegtijdige sterftes per jaar in Europa. Te wijten aan fijn stof, dat is 1000 per dag, zeg maar. Voor andere milieu, voor andere vervuilende stoffen zijn die getallen ook indrukwekkend. Mensen zijn daar dus mee bezig. Dus ik denk dat de politici daar inderdaad ook wel, dat zijn gegevens die we kennen en waar we rekening mee houden. Iets anders is natuurlijk dat je dat schip niet meteen gekeerd krijgt. Ja. Hè? Over hoe het aanpakken gaan we het straks hebben. Eerst eens vragen aan Johan Dane van Groen. Hoe is bij jullie die boodschap binnengekomen van die mensen die wekelijks aan die schoolpoorten staan? Ja, heel zwaar natuurlijk. Hè. Maar de mensen hebben natuurlijk gelijk dat ze protesteren. Het is al langer bekend dat de luchtvervuiling in Vlaanderen minder goed is dan we eerst hadden gedacht. Want in januari jongstleden is er nog een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij zelf geweest, waar het bleek dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen op verschillende plekken heel slecht was. En de school zou eigenlijk bij uitstek een veilige omgeving moeten zijn. Dus eigenlijk hebben mensen voor een stukje daar een vals gevoel van veiligheid. En het is heel van belang dat we daar echt werk van maken. Het probleem vind ik heel erg groot.
En daartegenover moeten ook wel grote en doortastende maatregelen komen te staan. Ja. En die blijven voor een stukje uit. Ja. U zegt het, die school zou een veilige omgeving moeten zijn. Waren er grote verschillen in de meetresultaten buiten, op de speelplaats, aan de schoolpoort zelf of in de klas? Daar is het natuurlijk een beetje dubbel, omdat we hebben stikstofdioxide gemeten en dat is een goede indicator voor luchtvervuiling buiten. We hebben ook in de klassen gemeten en daar zagen we vaak een groot verschil. Hè, dus dat er veel minder stikstofdioxide in de klas was. Maar wanneer dat verschil te groot is tussen binnen en buiten, duidt het eigenlijk op te weinig ventilatie in de klassen. Want dat is ook belangrijk. Hè. Een school moet verse, frisse lucht binnenhalen op regelmatige tijdstippen. En natuurlijk komen heel veel scholen die buiten met ongezonde lucht zitten, die komen zo een beetje voor een dilemma te staan. Hè. Want zij moeten hun klas regelmatig luchten, maar zij kunnen dat eigenlijk in veel te weinig gevallen doen met gezonde lucht. Als je begint te luchten, dan ga je het eigenlijk nog slechter maken in de klas. Klopt. Ja. Nu, om de politiek tot spoed aan te zetten, hebben jullie met Greenpeace, maar ook Antwerpse actiegroepen zoals Ademloos, Straten-Generaal, de Vlaamse regering, gedagvaard om wat precies te bereiken? Wel, omdat wij vaststellen dat er uiteraard politieke goede wil is om dit probleem aan te pakken, maar wij zien te weinig stappen vooruit. Dus we hebben al een heel aantal jaren worden er luchtactieplannen gepubliceerd door de Vlaamse overheid. Daar staan vaak een heel aantal goede maatregelen in die worden aangegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij bijvoorbeeld, maar die vertalen zich niet naar het politieke niveau. En wij zien op een bepaald moment, we zien dat eigenlijk in heel Europa, dan gaan burgers naar andere actiemethodes gaan. En ik denk, naar de rechtbank stappen is daar één van. Is denk ik een legitieme manier voor burgers, voor NGO's, om een overheid te dwingen om haar plichten na te komen. Ja, om de maatregelen die ze dan blijkbaar aangekondigd heeft, ook daadwerkelijk uit te voeren. Ja, of om die stap te zetten. Hè. Ja, want u zei het, de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, heeft wel actiepunten aangekondigd. Mm-hmm. Alleen blijft blijkbaar dode letter nadien. Ja, en laat ons duidelijk zijn, hè, dit gaat niet over heel makkelijke maatregelen. Hè. We moeten echt naar een fundamentele shift in de manier waarop we ons verplaatsen. Hè. We moeten weg van het pure automodel. Ja. We moeten het park van auto's moeten we gaan vergroenen. We moeten veel meer inzetten op de alternatieven. En dat klopt, dat kan je niet zomaar van vandaag op morgen, maar we weten dit natuurlijk wel al heel lang. Even vragen aan de politiek dan. Hè. Maatregelen worden aangekondigd, maar worden te weinig uitgevoerd? Voelt u zich aangesproken? Ja, het mag voor mij ook altijd wat harder en sneller. Maar als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zie je toch dat we echt wel dingen gedaan hebben. Hè. Met name ook voor het verkeer. We hebben de belasting op een verkeerstelling een aantal jaren geleden echt vergroend. Dus we hebben die weging van de verschillende vervuilende stoffen aangepast. Een mens zware dieselrijd betaalt meer dan iemand met een lichte benzinemotor. Precies. Dus we hebben bijvoorbeeld met name dan die stikstofdioxide hebben we zwaarder laten wegen. Aan de andere kant dan ook die klimaatcomponent wat aangepast, die CO2. Dus dat is wel degelijk gebeurd. Hè. En ik moet u eerlijk zeggen, we hebben dat toen vanuit het parlement gedaan en dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de regering en zo te overtuigen, maar dat is wel gelukt. Ook de verkeersbelasting is intussen vergroend. Hè. Het systeem is niet zo goed misschien als dat van de BIV. De weging is ietsje anders, maar toch de goede richting uit. We hebben de kilometer... Het is blijkbaar niet voldoende, hè, want mensen stappen kilometer... Ja, we hebben de kilometerheffing op vrachtwagens. Die is er. We willen die natuurlijk ook, in elk geval mijn partij, voor personenwagens. Om mensen inderdaad aan te moedigen te rijden op momenten dat het minder druk is. Om ook minder te rijden, om de plaatsen te kiezen. Waarom komt dat er niet? Ik denk dat dit er wel komt. Ik denk dat ook daar het politieke draagvlak groter voor wordt. Maar ja, goed, dat moet natuurlijk afgesproken worden. En dat zal waarschijnlijk dan in het volgende regeerakkoord verankerd worden. We hebben de lage emissiezones, ook weer zo'n maatregel, die natuurlijk plaatsgebonden is. We hebben op de kachels zijn al genoemd. Daar is ook een Green Deal in de maak. De minister is daarmee bezig met de producenten en verdelers. Dus wij zien daar toch wel vooruitgang. En natuurlijk een grote, maar dat is een hele grote werf die er zit aan te komen. Die al een tijdje op tafel ligt, is het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Want als we het hebben over, ik zie ook in het rapport van Greenpeace dingen die voorgesteld worden rond die scholen. Van we moeten de motor niet laten draaien en kinderen komen beter met de fiets, dat is allemaal mooi. Maar we zouden natuurlijk die oorzaken moeten aanpakken in de eerste plaats. En bijvoorbeeld ruimtelijke ordening in Vlaanderen is één van die grote oorzaken. Alles zit verspreid over heel Vlaanderen. Wij wonen overal, wij werken overal. En beleidsplan Ruimte Vlaanderen zegt dat zou anders moeten. Wij zouden meer moeten de dingen samenbrengen op die plekken waar er openbaar vervoer is, waar er voorzieningen zijn. Maar kan je dat van vandaag op morgen
Uiteraard niet. Nee. Maar goed, al die dingen die dan voorgesteld worden vanuit regeringskringen, vanuit regeringspartijen, kunnen die op de steun rekenen van oppositiepartijen zoals de UWE? Ja, ik zou de vraag eigenlijk willen omdraaien. Misschien eerst nog zeggen, we hebben die minister Schouwvliegen al vaak ondervraagd daarover. En zij heeft pas nog gezegd, in 2030 wil ik de Europese luchtkwaliteitsnormen halen. Maar 2030, om te halen wat we eigenlijk al lang hadden moeten gehaald hebben, ik vind dat heel weinig ambitieus. En het is trouwens zo dat de wereld... Dus de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie, die normen zijn nog strenger. En zowel Greenpeace als wij zelf ook pleiten dat die normen zullen moeten gehaald worden. En daar spreekt men zelfs niet over. Wij hebben ook een voorstel van decreet ingediend in het parlement. Dat komt binnenkort ter bespreking. En ik hoop dat we kunnen rekenen op de steun van de meerderheid, dat ze daarin zullen meegaan. Want die voorstellen daarin gaan wat verder dan wat ik net heb gehoord. Er zijn zeker dingen gebeurd, maar zoals ik al heb gezegd, het probleem is huizenhoog, is heel groot. Daar moet je echt wel krachtdadige maatregelen tegenover zetten, anders gaat het niet vooruit. Ik geef ook mee dat op ieder beleidsniveau zou er iets moeten gebeuren. Gemeentes en steden kunnen ook al heel veel doen, zoals Gent bijvoorbeeld al heeft gedaan. Maar mijn eigen gemeente Bilzen, waar ik woon, zijn er een goed, aantal fietsstraten. Laten we systematisch een aantal dingen overlopen. Ja. Hè. We kunnen het hebben over de auto's. Lage emissiezones zijn ingevoerd, zegt meneer Van Dalen. Bijvoorbeeld Antwerpen, waarbij je natuurlijk de vraag kan stellen, vlakbij een haven waar elke container een vrachtwagen is die vervolgens de weg op gaat. Gent of Leuven, een circulatieplan dat auto's uit het stadscentrum wil halen. We horen nu mensen die in de rand wonen klagen dat het probleem zich verplaatst naar hun wijken, naar hun buurten. Dat het probleem eigenlijk niet opgelost is, maar gewoon verplaatst is. Ja, je moet het natuurlijk globaal aanpakken. Hè. Als iedere stad moet natuurlijk doen wat ze denkt te moeten doen. En in Gent is het toch wel een succes, moet ik zeggen. Nu ook andere steden zoals voor het centrum. Maar je zal natuurlijk maar langs die ringweg wonen natuurlijk. Ja, ja. Maar daarom moet er meer worden ingezet op openbaar vervoer en op andere vervoersmodi. Zodat er denk ik minder auto's zullen rondrijden. Want als we met zoveel auto's blijven rondrijden zoals vandaag het geval is, krijgen we het probleem niet opgelost. Als iedereen een elektrische wagen zal kopen, dan krijg je het probleem niet opgelost. Er zullen auto's blijven rijden, dat weten we, daar zijn we ook geen tegenstander voor. Maar er moeten ook echte alternatieven komen. Bus, trein, tram, elektrische fiets, multimodaal. Dus dat mensen met elektrische fiets op een bepaalde plek rijden en dan bijvoorbeeld verder met de trein of met de tram of met de bus gaan. Maar op dat vlak is er nog heel veel werk te verzetten en schiet het niet echt op. Ook daar moeten we heel sterk blijven inzetten. Ja, we hebben het over die steden, hè. Lage emissiezone in Gent, in Antwerpen, ook in Brussel. Steden als Gent, Leuven die de wagens bannen door circulatieplannen te introduceren. Maar goed, is er eigenlijk een verschil tussen stad en platteland, Jurie Thuis? Of je nu op platteland woont of in de stad woont, maakt dat heel veel verschil uit in zaken luchtkwaliteit? Ja, bij de scholen hebben we gezien dat er wel degelijk gemiddeld genomen een verschil is. Hè. Scholen in de stad die kampen gemiddeld wel met meer luchtvervuiling, maar het verschil is niet zwart-wit. Ja, laat ons wel wezen, Vlaanderen is een grote stad. Hè. Klopt. Hè. Eigenlijk hangt het ook voor een groot stuk samen met het type straat waar een school of een huis zich bevindt. Hè. We kennen het probleem dat luchtvervuiling vaak blijft hangen in nauwere straten. Zeker in stedelijk gebied, maar ook vaak in gemeentekernen. Hè. Je hebt heel wat, de nieuwe kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij toont dat. Je hebt heel wat steenwegen in Vlaanderen, je hebt heel wat dorpskernen waar je evenzeer grote concentraties hebt van die luchtvervuiling. Dus we kunnen dat eigenlijk alleen maar aanpakken door die lage emissiezones, die moeten verstrengd worden, die moeten scherper worden gesteld. Hè. We zien in het buitenland dat heel wat steden echte dieselbans gaan invoeren, waar dat je tijdig niet. Oké, we kunnen niet van vandaag op morgen al die dieselwagens en nadien de benzinewagens uit onze straten krijgen, maar je moet wel tijdig een signaal geven aan je burgers. Parijs bijvoorbeeld heeft een nieuw plan goedgekeurd waarin zij alles op de fiets zetten, waarin zij veel meer op multimodaal de openbare ruimte terug van de auto terug naar de burger geeft en waarin dat zij duidelijk zeggen aan de mensen in Parijs van kijk, vanaf 2024 is elke dieselwagen, ook de nieuwere dieselwagens, niet meer welkom. Vanaf 2030 zijn dat ook de benzinewagens. En zo geef je als bestuur, als politiek, een duidelijke visie voor de komende 15, 20 jaar. En dat is wat we nog te veel missen vandaag. Ja, maar ik hoor hier toch een pleidooi bij iedereen voor een soort van geïntegreerde aanpak. Mobiliteit moet mee, energie moet mee. Ruimtelijke ordening moet mee. We zitten al bij drie ministers die moeten gemobiliseerd worden. En dan hebben we het nog maar over één niveau. Want ja, er wordt soms naar uw partij gekeken, de N-VA, om op federaal vlak die salariswagens bijvoorbeeld onmogelijk te maken. Ja, dat is inderdaad een heikel punt. Het zijn vaak diesels, hè? Ja, we hebben altijd gezegd, goed, dat is voor ons bespreekbaar, maar dat moet je dan bekijken in het geheel van het loon van mensen. Hè. En als men dat in een belastinghervorming, in een hervorming van het loon, waar al
een begin van gemaakt is, maar wat nog niet voldoende is volgens ons. Als men dat daarin meeneemt, dan kan men dat ook oplossen. Want men kan dat niet isoleren, omdat als je kijkt naar hoe dat gegroeid is, die bedrijfswagens, dan heeft het natuurlijk daarmee te maken. Hè, omdat dat door de werkgever ingebracht werd als een vorm van loon. Hè, waar dan minder belasting, enzovoort. Dus daar moet je natuurlijk naar terug. Van waar komen we en als we ze eruit halen, ja, welke andere elementen moeten we dan ook bijstellen? Als het allemaal zoveel tijd in beslag neemt, hè, want daar moet er overlegd worden met andere partijen om dan in die loonsvoorwaarden dingen te veranderen. Dat is democratie. Dat is democratie. Maar goed, daar hebben die kinderen die vandaag in de lagere school zitten natuurlijk niks aan, want tegen er iets gerealiseerd wordt, zitten ze misschien aan de universiteit. Zijn er quick wins mogelijk? Zijn er dingen die we nu kunnen realiseren? Heel snel. Maar ik wil toch eerst een kanttekening maken. Ik denk natuurlijk, die kinderen zijn de zwakkeren en de zwakkeren moeten we zeker beschermen. Dus die scholen, dat is een probleem. Of in het algemeen blootstelling van kinderen aan vervuiling, wat dan ook, zeker aan luchtvervuiling, moet aangepakt worden. Maar ik denk als je kijkt naar de situatie van de mensen in het algemeen vandaag en de kinderen, en vergelijk met sommige perioden in onze geschiedenis in het verleden, dat het nu niet slechter is. En als ik vanmorgen lees dat, en dat is ook een verantwoordelijkheid, dat nog 1 op de 3 ouders rookt in huis, rookt in de auto, dan denk ik, ja, ook daar ligt de verantwoordelijkheid. Ja, hè? De ouders die de kinderen naar school brengen enzovoort. Dus dat moet. Het is niet altijd de politiek die het moet oplossen, het zijn de mensen. Daar ben ik het mee eens. Maar zijn er dingen die snel kunnen gerealiseerd worden? Ik denk de dingen waar we mee bezig zijn, ja, die zitten in de pijp. Kan iets snel gaan? Wat kan snel gaan? Ik kan u daar eigenlijk weinig voorbeelden van geven. Quick wins? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik zeg net, ieder niveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook het lokale niveau. En er zijn gemeentes die fietsstraten hebben ingericht. Dat wil dus zeggen dat zijn straten in de buurt van centra, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En daar heeft de fietser altijd voorrang. Dat zou je bij uitstek in de buurt van scholen kunnen doen. In mijn eigen gemeente, in de buurt van de school van mijn kinderen bijvoorbeeld, is er een stuk verkeersvrij gemaakt. Een aantal jaren geleden, toen ik in het oudercomité daar zat. En ik moet zeggen, dat heeft een gigantisch gunstig effect, ook op de luchtkwaliteit. Ik ben ervan overtuigd, ik heb het nu niet echt gemeten daar, maar dat zijn dingen die je kan doen. Ja. Maar ook op hoger niveau. Dat is niet echt snel natuurlijk, hè. Daar heb je ook jaren voor nodig om die openbare werken enzovoort. Ja, maar ik moet toch wel de kanttekening maken. Als je de luchtkaart van Europa bekijkt, is Vlaanderen erop een diepe rode vlek. Dat wil dus zeggen heel slechte luchtkwaliteit. Dus andere regio's blijkbaar op dat vlak veel beter. Gaat het anders en beter en sneller blijkbaar. Dus dat is een belangrijk element wat ik wil aangeven. Dus we moeten echt het globaal aanpakken en we moeten een aantal doortastende maatregelen nemen. En er zijn plannen waar collega Van Dalen naar verwijst, ja, zoals het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, maar ook anderen die al jaren in de schuif liggen, maar het schiet niet echt op. Dus op dat vlak zouden we toch echt wel moeten landen voor de legislatuur ten einde is. En ik hoop echt dat dat zal gebeuren, want dat zal een begin zijn van een omwenteling. En jullie thuis ziet Greenpeace dingen die snel kunnen gerealiseerd worden? Want ja, jullie stappen naar de rechtbank om snel dingen gedaan te krijgen. Klopt, ja. Ik denk inderdaad aan de schoolomgevingen zelf zijn er een aantal quick wins. Hè. De schoolstraten bijvoorbeeld, om minstens die scholen al verkeersvrij, of de schoolomgevingen, 's ochtends en 's avonds verkeersvrij te maken wanneer kinderen en ouders zich naar... kan eigenlijk al veel autoverkeer ook vermijden, omdat het dan ook veiliger wordt om te voet of met de fiets naar school te gaan. En daar hoef je geen uitgebreid openbaar onderzoek voor te voeren, dat kan je snel uitvoeren. Er zijn scholen in heel wat steden die het ook al doen. Hè. Dus dat is iets, dat bewezen is, dat werkt en dat kan snel worden ingevoerd op Vlaams niveau. Een andere quick win die ik zie, en dat is een heel gevoelig onderwerp, maar wij zien eigenlijk dat we nog altijd maatregelen nemen op het Vlaams niveau die de kraan van luchtvervuiling verder opendraaien. We hebben het daar met minister Weitz ook nog over gehad vorige week. We weten dat dat verkeer een enorm probleem is. Er zijn een aantal dingen die op federaal niveau liggen, zoals de salariswagens, maar we zien dat minister Weitz bijvoorbeeld nog altijd plannen heeft om extra weginfrastructuur aan te leggen, om spitsstroken bij te leggen, om de ring rond Antwerpen, de ring rond Brussel, allemaal vanuit het idee, we gaan daar de files verlichten, extra plaats voor de auto voorzien. Terwijl we weten, dit is elke mobiliteitsexpert bevestigt dat al jaren, het is ook in het buitenland, in Nederland bewezen, wanneer je extra plaats voorziet voor de auto, wordt die ingevuld en zorgt dat enkel maar voor meer verkeer, niet enkel op die grote assen, maar na verloop van tijd ook opnieuw in die dorpsstraten, in die wegen naar de snelwegen. Ja. En dus daar, dat is ook eigenlijk een belangrijk element in onze dagvaarding. Hè, omdat we zien, er is een Europese wetgeving, ons land houdt er zich al 7 jaar niet aan. En tegelijkertijd worden er
te weinig maatregelen genomen om die situatie te verbeteren en zelfs nog maatregelen genomen die de situatie zullen verslechteren. Ja, meneer Van Dalen, ik hoor hier bijna zeggen, die Wilfried Van Dalen die zegt hier wat we allemaal moeten doen, maar zijn partijgenoot Ben Weitz, die bevoegd is voor mobiliteit, ja, die is niet consequent in die houding. En toch even verdedigen, bijvoorbeeld de bussen van de lijn, die worden dus heel snel vergroend. Hè. Dus wat men nu aankoopt, die worden elektrisch. Zijn geen bussen meer op fossiele brandstof. Ja, elektrisch, maar we weten allemaal dat dit toch ook maar een overgangstechnologie is, hè, dat we toch richting waterstof of iets anders moeten, denk ik, op termijn. Maar goed, ze worden vergroend. Maar als ik de vraag nog naar korte termijn oplossingen, ik hoor inderdaad, en ik las ook in jullie rapport, rond de schoolomgeving, kan je snel iets doen. Maar dan blijf je wel, oké, het lost wel iets op, ik zeg niet dat het niks oplost, maar je bent toch bezig met de symptomen te bestrijden of met op die plek iets te doen wat dan daar effect heeft. En ja, ik ben het ook wel eens met collega Daan dat we de oorzaken meer moeten aanpakken. Dus als je aan mij vraagt, heb je snelle oplossingen voor die oorzaken, dan vind ik die niet meteen wel om hier en daar wat aan het symptoom te... Reactie toch op wat hier gezegd wordt. U zegt de bussen vergroenen, maar ik hoor Jurie Thijs ook zeggen, ja, en tegelijkertijd worden spitsstroken aangelegd, wordt er een ring rond Brussel breder, komt er een ring rond Antwerpen, en dat gaat verkeer aantrekken. Hè? Ja, dat is een discussie. Ik ga die hier niet voeren. Ik ben geen mobiliteitsexpert. Hè. Sommigen zeggen dat trekt verkeer aan. Anderen zeggen als je in file staat lange tijd, dan heb je ook op dat moment een gigantische extra vervuiling. Maar het is wel op die noodzaak van een geïntegreerde aanpak natuurlijk. Hè. Ja, dat waarbij verschillende domeinen moeten staan. Dat zeker. En ik denk hoe dan ook, extra stroken of niet, wij zitten in een overgangsfase. En wij gaan naar andere brandstoffen, wij gaan naar andere technologieën. Vandaag lezen we de krant en we lezen dat Bosch nu ineens niet het wiel, maar toch iets heeft uitgevonden waarmee ze die uitstoot van de diesel. De makers van de software in Volkswagen. Ja, precies. Maar dan denk je, als dat waar is, en dat kan, je kunt natuurlijk ook een evolutie in technologie hebben. En dat merk ik ook wel. We hebben het nu af en toe van, het beleid werkt te traag en dit en dat. Maar we moeten ook toegeven dat een aantal van die dingen waar we vandaag mee bezig zijn, dat de inzichten ook recent zijn. Hè. Ik merk dat echt grondig onderzoek naar de impact van houtverbranding. Wanneer zijn we daarmee begonnen? Ik denk 10 jaar geleden. Hè. Kleine stofdeeltjes, ik heb ook nog bij de Vlaamse Milieumaatschappij gewerkt. Ja, toen sprak men enkel van PM10, hè, dus die kleine stofdeeltjes, tienduizenden van een millimeter. Dan is men ondertussen al bij PM2,5 terechtgekomen. Hè. Die hele fijne stofdeeltjes die heel diep in de longen binnendringen. Gelukkig is er voortschrijdend. Ook onze fameuze stikstofdioxide. Ja. Lange tijd gezegd, dit is eigenlijk maar een proxy, dat is een aanduiding van anderen, maar we weten vandaag ook dat ook die stof zelf gezondheidseffecten heeft. We hebben maar een kleine 5 minuten meer. Ik ben benieuwd, mogen we nog dingen verwachten vanuit het Vlaams Parlement, initiatief, Johan Danen? Ja, wij leggen alles een voorstel van decreet neer om die luchtvervuiling echt concreet aan te pakken. Daar zitten de lage emissiezones die enerzijds strenger moeten worden gemaakt, maar ook uitgebreider, dus een beter kader daar rond. Ook rond afstandsnormen is er belangrijk nieuws in die zin dat het niet zou mogen zijn dat nieuwe scholen gebouwd zullen worden in de buurt van drukke verkeersaders. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk relatief snel kunt wetgeving rond maken. De implementatie moet dan daarna gebeuren natuurlijk, de uitvoering daarvan. Maar dat zijn dingen die wel moeten gebeuren. Nu, als ik zie dat de minister pas zegt in 2030 moeten we de luchtkwaliteitsnormen halen, vind ik dat weinig ambitieus en moeten we op dat vlak echt wel bijsteken. En ik denk dat wel heel belangrijk, omdat dat uitgaat van weinig ambitie. Als we dat echt pas willen tegen dan, dan gaat er wellicht niet veel gebeuren. Dus we gaan echt wel op het gas moeten duwen. Ik onthoud dat jullie in elk geval al voorstellen van decreet gaan indienen. Komt er vanuit uw partij nog werk? Eén, wij wachten op het luchtkwaliteitsplan van de minister. Ze heeft dat al een tijdje geleden beloofd. Ik ben het niet helemaal eens met collega Danen toen hij daarnet zei van die normen van de Wereldgezondheidsorganisatie die inderdaad, laten we zeggen, 2 keer zo streng zijn als die van Europa. Daar kijkt men niet naar. Ik heb toch de indruk dat de minister ook voor dat luchtkwaliteitsplan op een aantal punten al verder kijkt dan die Europese normen en kijkt richting Wereldgezondheidsorganisatie. Maar voor ons heel belangrijk deze dagen, hè, want men is er volop mee bezig op regeringsvlak, is dat beleidsplan Ruimte Vlaanderen, die nieuwe ruimtelijke ordening, waar al heel veel over gediscussieerd is, want daar hangen vergoedingen aan. Hè. Als je mensen niet meer toelaat om ergens te bouwen, dan willen die uiteraard vergoed worden. We hebben het probleem gehad van de zonevreemde bossen, dat hangt er nu ook aan vast. De signaalgebieden, dat zijn waterzieke gebieden. Maar bent u hoopvol dat het rond gaat? Dus die woonuitbreidingsgebieden, het is een heel pakket. En voor ons is dat echt wel... Ja, als dat er niet komt, dan zou ik zeer ontgoocheld zijn. En is het hele pakket of niks? Het hangt zo aan elkaar dat het eigenlijk logisch is dat men die dingen samen behandelt. Ja, wat u betreft alles of niks. Tot slot voor iedereen. Zijn jullie hoopvol? Jurie Thijs, bent u hoopvol?
Ik ben hoopvol, ja, omdat ik wel zie dat er heel wat dingen bewegen. Hè. Je ziet dat ouders op straat komen, dat ze beseffen, hè, de luchtvervuiling is vandaag misschien net iets beter dan 10, 15 jaar geleden, maar is nog altijd heel slecht voor onze kinderen. En mensen beseffen dat, komen daarvoor op straat en leggen de link ook naar oplossingen die voorhanden zijn. Hè. Fietsen, openbaar vervoer. En dus in die zin, ook als ik naar het buitenland kijk, de steden die het goed doen, zijn steden die kiezen voor een mobiliteit en voor een leefbaarheid. En mobiliteit van de toekomst en leefbare straten. En in die zin, denk ik, zie ik ook vooral op lokaal niveau, ook steeds meer bij ons, dat mensen dat ook inzien. Dus ik kijk hoopvol, u bent hoopvol, maar het mag sneller. Zelfde vraag voor u. Ja, als ik zie in mijn buurt in Hasselt en Maastricht bijvoorbeeld, is men bezig met het uitwerken van lage emissiezones. Nu, als je dat 5 jaar geleden deed, zou er wellicht een golf van protest komen daartegen. En ik zie dat daar toch heel wat steun voor is. Dus dat stelt me wel hoopvol. Maar ik hoop echt dat hetgeen wat ik vandaag hoor van de meerderheid en ook van de minister, de lippendienst die ze daar bewijst aan het probleem, dat ze die ook echt in concretere maatregelen zal omzetten. En dan zal ik een gelukkig man zijn. Maar eerst zien en dan geloven. Bent u hoopvol, meneer Van Dalen? Uiteraard hoopvol, maar ook realistisch, hè? Want we spreken nu alleen ook over gezondheid en milieu. Maar we weten ook, Vlaanderen is echt een draaischijf, bijvoorbeeld van mobiliteit, van verkeer. Dus dat veeg je zomaar niet weg. Onze economie, dus dat zijn ook elementen waar rekening moet mee gehouden worden. Dus dat maakt het ook allemaal zo complex, maar inderdaad hoopvol. De technologie verbetert, het draagvlak bij de mensen vergroot. Dat was ons uitgangspunt. Die protestacties aan de scholen wijst op dat grotere draagvlak. Mag ik jullie alle drie bedanken voor jullie komst naar onze studio. Wilfried van Dalen van de NVA, Johan Danen van Groen en Juri Thijs van Greenpeace. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.